Goedemorgen, lieve vrienden. Ja, het is vandaag donderdag 8 augustus. En we leven om 11 uur 34 en dat allemaal in het jaar 2019. Ja, ja, ja. De Tiet Hawkins koft eeuw in. Nee. Maar in ieder geval, ik wens jullie wel een hartelijk welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En het is wel mooi weer. Het is winderig. We zitten te wachten dat Fleur weer komt. De huishoudelijke zorg is dat. Die maakt mijn huisje schoon. En dat is voor vandaag de laatste keer. Want dan zit de vakantie van Rebecca er weer op. Dus die komt andere week weer retour. Ja, ja, daar ben ik heel blij mee. Ja, dit meisje, ze doet het goed hoor. Ja, echt wel. Echt, ze doet het goed. Maar ze is langzaam. Dus, het komt niet af. Maar oké. Dat buiten beschouwing gehouden. Ik heb ook het een en ander de hele week doorgedaan. En gisteren heb ik weer moeten vegen met de rubberen bezem. Want het was weer een en al raar. Het is eergisteren gezogen. Maar daar kun je weer niks aan doen. Want de diertjes die vergaren. Ja. Kun je niks aan doen. Dat heeft iedereen last van die dieren heeft. Iedereen die dieren heeft, die weten daarover mee te praten. En, maar ja, aangezien het gisteren ook gewaaide en af en toe van die rukwinden er tussendoor en dan stuift dat zand zo omhoog en dat wordt je huis ingeblazen. Dus ja, ik heb gisteren wel drie keer die leuningen afgenomen, drie keer de rondtafel afgenomen. Dat zat gewoon onder het zand, nou, dat is niet lekker meer, hè. Nee, dus dat wachten we af. Ik moet ook schoon kleed hierop hebben, maar ik wacht het af totdat die deur dicht kan blijven. Laat ik het zo maar zeggen, want je blijft aan de gang hier. Ik heb hem ook al van de week uitgeklopt gehad, dat kleed. Dus ja, ik doe mijn best en meer dan dat kunnen we niet doen, hè meisje? Nee, hè? Nee, hè? Zolang ik maar mensen kan ontvangen dat ik het netjes in huis heb. Ja, en de vloer, daar kan ik ook niks aan doen. Nee, ik kan geen ijzer smeden als het niet heet is. Ik kan geen. Ik kan dat niet vervangen. Je moet geld ervoor hebben. Kan ik daar wel voor sparen om die pakketten te kopen. Maar ik zelf, ik weet niet of. Ik heb dat nooit van mijn leven gedaan. En dan moet je op je knieën, weet je wel. En daar ben ik ook wel mee aan het oefenen om dat te kunnen weer. Maar dat gaat allemaal heel moeilijk en heel langzaam. En ik zie weer dat Frodo weer wat doet wat niet mag. Mag niet. Hé, hou eens op. Wordt weer oud, hè? Ja, weer bijten, hè? Ja, verstop maar. Verstop maar. Verstop maar. Ja, hier ertussen in is het weer rood. Ja, mag niet, hè? Pas op, pottedikkie. Pas op, pottedikkie. Gek? Ja, het joe, doe je zelf. En jij, wat is er met jou, Gandalf? Ja? 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 Oh ja, meisje? Oh ja, moet je. Oh, krijg ik commentaar. Oh, het is ook wat, hè. Maar ik wilde weer door, want dan kan ik weer deze kant oprijden. Ja. Ja, dat. Hij likt zich prima. Niks op tegen. Maar dan gaat hij bijten, Snikkie. En dan. Ja, helemaal tot rood aan toe, dat het bloed weer naar boven komt. En dat mag je niet doen, maar ja, hier zit hij weer. Dat wordt weer eventjes zijn kap op. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie leven. Het duurt maar even, het is mooi weer, het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. En of de Teletubbies gauw komen, dat weet ik niet. Nee, Teletubbies komen jullie gauw? Nee, hè? Nee. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden. Fleur is net weer de deur uit. Ze is toevallig met de auto. Ik weet niet waar ze
heeft staan. Ik weet ook niet of ze die kant op rijdt of die kant op rijdt. Ik weet het al niet. Ik ken hem ook daarachter hebben staan en dat ze die kant op rijdt, dat zie ik haar niet. Maar ze was dus hier voor het laatst en een lieve meid die haar werk goed doet. Ik denk dat het langzaam weer is dan ik gewend ben. Maar ja, als het werk maar goed gedaan wordt, dan ben ik al tevreden. Ja. Eigenlijk had ze boven de keukenkasten nodig schoon moeten maken, maar ach, kom wel hoor. Desnoods doe ik het zelf wel. Want ik bedoel, er staat spullen op, nou dat is breekbaar, dat moet voorzichtig. Die moet ook mee. Oh jee, die moet naar Den Haag toe. Die heer Karin belooft dat grote lel van een ding. Patat safe. Ja, neem door. Oké. Nou, ik moet dus, dat is dat grote ding daar. Die patat safe. Die gebruik ik nooit. Dus ja, die moet ik eventjes schoonmaken en doen. En die moet dus ook mee. Ja, dat... We zullen beleven hoe ik dat moet hebben met een grote ding. Want het is natuurlijk een hele grote. Het is voor in een patatzaak zo'n grote. Dus ja, maar oké, komt goed. Ik probeer dat gewoon mee te nemen. Ik zal het schoonmaken en dan in een vuilniszak doen. Dan kan daar de cadeautjes ook bij in. En dan probeer ik hem in een tas te krijgen. Maar we zien wel hoe we dat allemaal doen. Ja, ik weet het even niet. Dat moet ik eventjes morgen maar bekijken. Ik zal het vandaag schoonmaken en morgen bekijken. Maar ik ga straks ook eerst eventjes lekker de hort op. Als de telefoon is opgeladen, wat is je schatje? Oh ja, meisje. Ewin, die vraagt weer even aandacht. En ze is zo lief, hè? Jij, schat. Och, goeie. Ze is zo erg lief. Maar ja, oké. Wat wil je? Ze wordt bijna 14. Echt geweldig. Hé? Mijn eerste poezelbeestje die zo oud wordt. Die anderen waren allemaal veel eerder overleden. Een paar aangereden buiten. Eentje heeft was iemand aan het schieten destijds met hagel, weet ik hoe dat heet. Dat beestje heeft het in de kontje gekregen, of het was een hei, dat beestje. En die is daar ook aan overleden. Nou ja, waarom moet je schieten met dat spul? Ja, en waarom op dieren? Doe normaal, gebruik je verstand. Maar ja, oké, er zijn nou eenmaal kattenhaters, hondenhaters, noem maar op. Nou, ik moet niet zien dat ze mijn dieren wat doen, want ik doe hun wat, hè. Ik krijg ze zo aan mijn stok. Ze hebben zo mijn stok in hun nek leggen. Blijf van andermans spullen, dieren, kinderen af. Ga ook niet op de vuist met een volwassene. Is niet nodig. Doe het met je mond. Praat. Ja, schreeuwen doet geen zeer. Slaan wel. Hé, meisje? Ja, maar oké, lieve vrienden, ik ga er van tussen. Ik neem jullie nou niet mee, want ik ga eventjes alleen nog hier in de stad vertoeren. Even winkel in, winkel uit. Ik wil nog even iets kleins, iets leuks kopen voor Karin. En dan zien we wel weer. Oh ja, en ik moet nog naar de deken even een chipje halen. Ik heb bij me geen chipje meer, nee. En dat is heel wanneer een logé heb en die er ook veel van vreet. Ja. En dat is het enige wat ik weg kan krijgen. Pindas kan ik niet wegkrijgen, borrelnootjes niet. Dus ja, je wilt toch een beetje lekkers hebben s'avonds. En ik ben niet zo'n grote snoeper, maar chippy lust ik nou eenmaal graag. Dus ja, waarom niet? Ja, ik lust ook wel worst, maar dat is weer zoveel duurder. Dat leverworst, rookworst, kookworst, weet ik veel hoe het allemaal heet. Maar dat lust ik allemaal, maar het is wel vele malen duurder. Nou, dat geld heb ik niet en wel voor een chippie, dus doe ik dat. Ja toch, maakt niet uit. En dus, maar oké, ik zou zeggen geniet van alles en tot straks maar weer.
Ja, lieve vrienden, het is al lang alweer avond. Hè? Het is 8:08 en nog wel steeds dezelfde dag. Het is vandaag nog steeds donderdag 8 augustus. Maar ik ben vanmiddag nadat Fleur weg was gegaan, ben eerst nog op de computer aan het werk geweest. Ik heb een filmpje naar YouTube gebracht. Maar ik heb ook boodschappen gedaan en nog even wat kleine gaatjes erbij gekocht voor Karin haar verjaardag. Want dan ga ik naar Den Haag. Gaan jullie ook mee? Ik heb al het een en het ander ingepakt. Hier ook zit het een en het ander in. Maar dat is heel erg groot. En er zit breekbaar bij in. En dan heb ik hier deze tas. Daar zit ook breekbaar in. Ja, ook nog iets voor mezelf. En daar zit breekbaar in. En dit is een regencape. Ik denk, ja, mocht het gaan regenen, dan heb ik een regencape. Dan krijg je geen regenpak. Nou ja, voor 99 cent is de moeite niet. Nee toch? Nou ja, en Kandalof die riep mij. Die wil weer dat ik wat ga doen. Bellenblazen. Hé, bellenblazen hè, man? Ja, bellenblazen. Bellenblazen. Oh. Ja, maar dan moet ik toch even komen. Nou, vrouwtje die blijft dat niet heel erg lang doen, hoor. Maar nou zit ik te denken, hoe moet ik dat hebben? Ik zet jullie op de bank neer. Ja, gewoon gezellig op de bank. Zo. Ja. Nou, niet erop springen. Kijk eens. Allemaal belletjes. Allemaal belletjes. Allemaal, ik zie jullie op de grond neer. Ik kan het nog beter zien, want dat zien jullie hem ook. Lisa. Pakken, want anders gaat het niet. Het komt allemaal naar binnen toe. Dat is niet de bedoeling. Nee. Zo. Hé? Ja, het is niet de bedoeling, hè, man. Dat het naar binnen komt. Ja. Ik ga even hier zitten. Stok daar. En dan zet ik jullie weer op de grond neer. Miauw. Wat mijn belletjes. Kijk, je wordt er nat van.
Taai af? Mag hoor. Oeh, ja, dat is. Kiekeboe. Ach ja, hij kan er lekker mee spelen, zo is het wel, hè? Ja nou, ja toch, je kan er lekker mee spelen of niet dan? Kom maar. Oeh, dat kwam. Hey, leuk. Ik ga ermee voetballen. Kijk, kan dat? Ja, dat is leuk. Zo hard denk ik dat er een geluidbol aankomt. Af en toe hoor je van zo'n geluid dat het gas wordt gepompt. Maar ja, hier in een luchtballon. Hier in een helder heb ik dat nog nooit gezien. Maar ja. Oké. Komt het allemaal goed? Gaan we naar binnen? Bankje weer goed? Zo, ga je ook mee of niet? Mag ook buiten blijven? Maakt allemaal niks uit. Nee, ik ga weer zitten. En ik ben bezig met een plaatje te maken op de computer. Met een muziekdoosje en een danseresje erop die echt kon bewegen. En dus ja. Wat allemaal leuk, eventjes door mijzelf in elkaar gezet. Ja, hè, kerel? Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. En voor straks uiteraard welterusten en ook weer de volgende dag gezond opstaan. Want ja, ziek zijn is ook niks. Nee, vind ik tenminste van niet. En dan tot aan de andere kant van de nacht. Morgen moet ik sowieso weer naar fysiotherapie. Astrid die komt nog niet, die heeft haar dochter nog. Dus die komt de andere week, zover ik weet weer. Maar in ieder geval, zaterdag gaat zij ook op pas op Frodo. En voor de rest ja. Morgen verder is niet veel te doen, maar ik denk zomaar, als ik de weersverwachtingen heb. Ik denk zomaar, nu dat ik de weersverwachtingen heb gehoord, dat het weer met de taxi wordt. Ja, want onweer, et cetera. Nu doen we mij niet. En we krijgen regen, we krijgen morgen slecht weer. Ja, dus of het hier is of daar is, ik weet niet, maar er komt slecht weer. Ze zeggen tot later, lieve vrienden, en geniet van alles met wat je doen gaat. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.